Mijn naam is Warsha Bujharat en ik ben van Papita Basket. Ik ben de winnares van vorig jaar en jullie kennen me allemaal van de geweldige papayas. Ik werd in het jaar 2017 uitgeroepen als duurzaamste landbouwer. Voor mij was het een unieke ervaring om als winnares eruit te komen. Maar daarnaast heb ik vele voordelen ervaren. We weten allemaal dat duurzame landbouw staat voor ecologisch, sociale en economische vooruitgang. En al deze criteria heb ik dan ervaren in mijn privéleven. Het prijs wat ik heb gewonnen, dat heb ik sowieso geïnvesteerd in mijn aanplant. Maar als we kijken naar het milieucriteria's en sociaal criteria, heb ik op het sociaal gebied een hele ervaring gehad. Mensen zijn naar me toegekomen om te vragen hoe het is geweest, hoe ik bezig ben. En eventueel aan mij gevraagd hoe ze wat zij kunnen veranderen in hun aanplant. En dat was voor mij een hele stimulans om zelf als een rolmodel te gelden voor andere mensen. Een deel van het geld is ook gegaan aan deze wallabapalen. Ze zijn gekocht in de regentijd, toen we ervaarden dat een heleboel van de bomen kapot gingen. En toen werd ons aangeraden om de bomen te steunen. En daarvoor zijn ongeveer 250 van deze palen gekocht. Er zijn een aantal jongeren naar me toegekomen om te zeggen van hé, ik heb niks. Ik heb misschien wel een stukje areaal die ik wil beplanten. Maar ik weet niet wat ik moet doen. En ik zit nu eigenlijk in een traject waarbij ik ze dan stap voor stap help om eigenlijk in de agrarische sector bezig te zijn. Naast papaya zijn ze ook bezig met andere gewassen. Zo leer ik eigenlijk ook nog van hun. Zoals jullie hier zien heb ik deze keer gekozen voor een combinatie van cassave en papaya. Eerst hebben we hier peesjesoorten geplant om de bedden. Daarna heb ik cassave geplant en papaya. De cassave planten zijn in feite snelle groeiers en moesten de jonge papaya plantjes beschermen tegen de harde winden in de regentijd en nu tegen de felle zon. Later na de oogst van de cassave worden de cassavebladeren nog gebruikt als mulch voor de papaya planten. Dit is ons drainagesysteem. In de regentijd ervaarden we dat een deel van de bedden onder water kwam, of door de harde regen kwam een deel van de bedden onder water te liggen. En toen waren we genoodzaakt om een grotere drainagesysteem aan te leggen om het water af te voeren. Ik zou aan mijn collega boeren zeggen om ook duurzaam bezig te zijn, omdat het eigenlijk niet alleen voor ons is, maar ook voor de generaties na ons. Door duurzame landbouw vervuil je je omgeving niet en je zorgt dat je grondstoffen eigenlijk duurzaam gebruikt worden. En dat zou ik eigenlijk meegeven aan mijn collega boeren, dat ze ook op een duurzame manier bezig zijn. Nu sta ik in mijn nieuwe aanplant. Nadat ik dat prijsje heb gewonnen, heb ik deels hier geïnvesteerd. Eerst moest ik mijn infrastructuur in orde maken. En in januari 2018 heb ik me aanplant. Of heb ik de plantjes hier geplant. En je ziet het, ze zijn nu in volle bloei. En ik heb mijn aanplant zeg maar verdubbeld. Mijn oude aanplant staat daar met ongeveer 300 bomen. En hier heb ik iets minder. Ik denk ongeveer 250, maar ik kan hier nog verder uitbreiden.